Ik ga eens kijken hoeveel ik vorige week heb uitgegeven. Ik heb dus blijkbaar een heel duur kartonnen bekertje met chocolademelk gedronken. Daar heb ik wel wat kosten bij gemaakt. Smijt ik gewoon met geld zonder dat ik kijk naar hoeveel het kost. Wow, ik vind het echt schokkend. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en ik ga vandaag een video doen die ik eigenlijk nog nooit eerder heb gedaan, maar die blijkbaar al een tijdje rondgaat op YouTube. Wist ik eigenlijk ook niet, maar heb ik gehoord. Ik heb dit idee gezien bij Masha van Beauty Gloss en ik vond het zo tof dat ik dacht, oh, dit wil ik eigenlijk ook doen. Niet alleen voor jullie als vermaak en informatie ofzo, maar ook gewoon naar mezelf, omdat ik hier heel benieuwd naar ben. Ik ga namelijk bekijken hoeveel ik in een week tijd heb uitgegeven, dus per dag. En ik zag Masha's video en toen dacht ik in eerste instantie van, oh, misschien is het wel leuker als je dat per maand bekijkt. Elke week is natuurlijk anders, maar dat maakt het ook juist wel weer leuk. Misschien kan ik dit ooit wel nog een keertje doen en dan blijkt het opeens weer een heel ander bedrag te zijn aan het einde van de week wat ik heb uitgegeven. En wat ik juist wel leuk vond bij Masha is dat ze dan per dag kon vertellen wat ze had gedaan en welke uitgaven daarbij hoorden. Dus ik dacht, ik ga het idee gewoon van haar overnemen. Masha's video staat hieronder in de beschrijving trouwens, mocht je die hebben gemist. En ja, ik ga eens kijken hoeveel ik vorige week heb uitgegeven. Ik ben heel benieuwd. Ik heb mijn bankrekening erbij gepakt en mijn agenda, zodat ik ook weet wat wat is. We beginnen op 10 februari, de maandag. Ik zie daar staan Jumbo Molenvliet, want ik heb toen boodschappen gedaan. En ik heb toen boodschappen gedaan voor 26,56 €. Op maandag kwam er een vriendinnetje bij me eten. En ik had natuurlijk sowieso boodschappen nodig, maar ik heb toen ook een paar lekkere dingetjes gehaald voor de lunch. Dus dat zit in die 26,56 €. En ik zie dat het enige is dat ik die maandag heb uitgegeven. Dus verder ben ik gewoon thuis geweest en heb ik ook geen activiteit ondernomen of iets anders moeten betalen. Dan komen we aan bij de dinsdag. En op dinsdag zie ik in mijn agenda staan dat ik een heleboel to-do's had voor gewoon thuis. Ik moest een aantal video's filmen, editen en dergelijke. En eigenlijk heb ik toen dus niks uitgegeven. Want ik had nog boodschappen in huis. Dat had ik dus op de maandag al gedaan en die week daarvoor al een beetje. Dus ik heb dinsdag een heel goedkoop dagje gewoon thuis gehad zonder kosten. Nou, dat is makkelijk. Dan gaan we door naar de woensdag, 12 februari. En daar zie ik wel een aantal kosten staan. Ik zie staan dat ik €14,50 heb moeten betalen bij het PostNL pakketpunt. Omdat ik daar twee pakketjes heb verzonden voor winacties en dergelijke. Dus dat was €14,50. Ook heb ik gewone boodschappen gedaan bij de Jumbo. En daar was ik €17,19 kwijt. En ik zie ook nog dat er een abonnementsdingetje is afgeschreven. Ik heb een voordeelabonnement van de NS voor het reizen. Want ik reis best wel regelmatig. Met de trein en de bus en ander openbaar vervoer en dergelijke. En ik zie dat er €50 van mijn rekening is afgeschreven om mijn tegoed weer op te hogen. Dus ja, €50 ging er ook nog eens af. Oh, en wat ik ook nu zie staan is dat ik een tikkie heb verstuurd. Ik heb namelijk bij Brownies & Downies niet geluncht, maar na de lunch heb ik daar nog een drankje gedaan en een stukje taart gegeten met Danique. En dat heeft mij €5,70 gekost. Woensdag was dus een iets duurder dagje. Toen heb ik €87,39 uitgegeven. Dan de donderdag. Donderdag 13 februari. Toen had ik een heel leuk gezellig dagje. Toen ben ik namelijk wezen schaatsen en wezen lunchen met Jamila, mijn vriendinnetje. Dus daar heb ik wel wat kosten bij gemaakt. Laten we even kijken. Ik zie trouwens ook dat ik twee betaalverzoekjes heb betaald die donderdag aan Sarah. Eentje voor een lunch die we een paar weken daarvoor hadden samen met Laura. Dat was €11. En ik heb ook €18,50 aan Sarah overgemaakt voor het cadeautje dat we voor Bonnie hebben gekocht voor haar verjaardag. Dat was namelijk een hele mooie highlighter van Charlotte Tilbury, die ik nu ook draag. Ik zal hem even linken in de beschrijving. Ik zie ook dat er iets anders nog is afgeschreven, namelijk mijn abonnement op Disney Plus. Dat is €6,99. Oh ja, ik zei natuurlijk al dat ik ben gaan schaatsen. En we hadden heel erg geluk, want we hoefden maar de helft van de entreeprijs te betalen. Dat was €4,75. Maar ik moest ook nog schaatsen huren en dat was €7. Ook hebben we daar natuurlijk na het schaatsen een warme chocolademelk gedronken. En wow, was dat zo duur? €6 voor een bekertje warme chocolademelk met een beetje slagroom. Oké, dat heb ik niet eens in de gaten gehad. Moet je nagaan. Soms dan smijt ik gewoon met geld zonder dat ik eigenlijk kijk naar hoeveel het kost. €6
Jeetje, daar sta ik echt van te kijken. Nou ja, ik heb dus blijkbaar een heel duur kartonnen bekertje met chocolademelk gedronken. Verder zijn we ook die dag nog naar Hoge Catharijnen gereden in Utrecht. En daar hebben we patatjes gehaald. En zijn we naar de wc geweest. Even kijken hoor. Het patatje was van Manneke Pis. En dat heeft me €5,50 gekost. En dan ben ik dus nog naar de wc geweest. En dat heeft me 70 cent gekost. Dure dingen, man. Wc, 70 cent. En ik ben toen ik terugkwam van het schaatsen nog naar de Jumbo geweest. En daar heb ik een aantal boodschapjes gehaald voor €8,20. Dus op de donderdag heb ik in totaal €68,64 uitgegeven. Vind ik ook nog best wel veel hoor, moet ik zeggen. Nou, dan gaan we eens kijken naar de vrijdag. Op vrijdag had ik ook een leuk sociaal dagje. In de ochtend ging ik met Laura en Sarah in Amsterdam de eerste aflevering van onze podcast opnemen. Daar ben ik met het OV naartoe geweest, maar dat hoef ik niet te verrekenen. Omdat ik die €50, dat abonnement en zo, dat loopt gewoon altijd door. En dat ga ik niet helemaal opsplitsen. Deed Masha ook niet met de auto, dus dat hoef ik dit ook niet te doen. Ik zie voor de vrijdag dat ik naar Julia's ben geweest. Want toen ik terugkwam van het opnemen van de podcast had ik honger. En daar heb ik €7,50 aan uitgegeven. Ik heb ook een rekening van bol.com betaald voor een nieuwe melkopschuimer. Die kostte €52,99. En ik denk dat dat alles was voor de vrijdag. Ja, ik ben in de avond nog naar de verjaardag van Bonnie geweest. Maar het verjaardagscadeautje had ik natuurlijk al verrekend. En daar ben ik met de auto naartoe gegaan. En ik hoefde niet te tanken. Dus dat telt ook verder niet mee. Dus de donderdag heeft me in totaal €60,49 gekost. Op zaterdag heb ik niet zo heel erg veel uitgevoerd. Behalve dan dat ik in huis een heleboel heb opgeruimd en een video heb geëdit. Maar ik heb dus verder geen buiten de deur activiteiten gehad. Behalve dan een boodschapje dat ik blijkbaar heb gedaan. Ik kan me niet eens herinneren wat ik toen heb gekocht. Maar het heeft me in ieder geval bij de Jumbo €7,63 gekost. Nou, dus de zaterdag was een goedkoop dagje. Want daar heb ik dus alleen die €7,63 uitgegeven. En zondag, eens even kijken, dat wordt vaak ook op maandag pas afgeschreven van de bank. Dus ik kijk ook even bij maandag. Op zondag heb ik ook boodschappen gedaan. Dat vind ik vaak wel fijn om te doen op zondag. Alvast voor de maandag en de dinsdag en soms zelfs voor de woensdag. Daar heb ik €40,45 uitgegeven. Die Jumbo heeft aardig wat geld van mij gevangen, zeg, vorige week. Ik ben volgens mij bijna elke dag wel geweest. Dat komt omdat ik soms een klein dingetje vergeet. Of dan bedenk ik opeens iets nieuws wat ik wil koken. En dan denk ik, oh, daar heb ik dit voor nodig. Oh, dat heb ik niet meer in huis. Ga ik het nog even snel halen en zo. Dus ik kom regelmatig bij de Jumbo. En verder zie ik staan dat ik bij de snackbar hier in de buurt ben geweest. Dat klopt wel, dat doen we wel vaker op zondag. En daar heb ik €16,10 uitgegeven aan lekkere patatjes. Dus op de zondag was het totaalbedrag dat ik heb uitgegeven €56,35. Ik vind echt dat ik best wel veel heb uitgegeven vorige week. Ik had natuurlijk ook hier en daar wat sociale dingetjes en zo. Maar ik sta er toch een beetje van te kijken. Het is wel interessant om zo inzicht te krijgen. Ik ben sowieso altijd best wel vaak geld kwijt aan lunch buiten de deur. Even snel iets eten buiten de deur. Een drankje hier, een drankje daar. Nou, dat viel deze week nog mee. Maar, oh ja, dat schaatsen natuurlijk heeft het wel allemaal wat duurder gemaakt. Maar ja, dat heb ik er dan wel weer voor over, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind natuurlijk. Laten we eventjes kijken wat het totaalbedrag is dat ik in één random week tijd heb uitgegeven. Wow, ik vind het echt schokkend. Ik weet dat Masha's bedrag echt, nou ja, volgens mij wel 3 keer zo hoog lag, maar ik schrik hier echt van. Ik heb in een week tijd €307,06 uitgegeven. Ik vind het echt, wow, zoveel. En het is gewoon een random week. Hè? Want ik heb natuurlijk niet eens nu huur, verzekeringen, benzine, dat soort dingen en zo meegerekend. Maar gewoon alleen een normale random week. Het enige wat erbij viel was de OV-abonnementskosten. Maar verder was het gewoon echt alleen mijn eigen uitgaven. Ik vind het echt best wel veel. Ik moet wel zeggen, het hangt er bij mij echt vanaf hoeveel dingen ik buiten de deur heb. Want als ik buiten de deur afspraken heb, dan ga ik al snel, wat ik al zei, even buiten de deur lunchen. Oh, gezellig, een theetje doen. Terwijl als ik thuiswerkdagen heb, dan zie ik niemand. En dan heb ik alles al in huis. Dan doe ik hooguit boodschappen. Maar verder hoef ik dus eigenlijk geen geld uit te geven. Dus mijn conclusie is, als ik geld wil besparen, moet ik gewoon niet meer de deur uit. Want ik ben niet meer van het online shoppen en zo. Dat doe ik eigenlijk alleen als ik echt iets nodig heb. Zoals bijvoorbeeld die melkopschuimer bij bol.com. Maar verder,
Ja, ik denk wel dat dit voor mij een relatief gemiddelde week is geweest. En dus ook dat het best wel een representatief bedrag is voor mij per week. Het enige wat het voor mij wat acceptabeler maakt is dat er ook best wel wat boodschappengeld bij zit. Ik denk in totaal tussen de 100 en 150 euro, weet ik even niet uit mijn hoofd. Waardoor het bedrag dat ik echt puur en alleen egoïstisch aan mezelf heb uitgegeven aanzienlijk lager ligt. Dus ja, op die manier kan ik het nog een beetje goed praten voor mezelf of zo. En ik heb dus niet geshopt of zo. Het zijn echt puur die buiten de deur eet dingen. Dat is het vooral bij mij. Maar ik moet er toch even van bijkomen. Ik zou het super leuk vinden als jullie laten weten waar jullie nou het meeste geld aan uitgeven. Behalve dus vaste lasten en boodschappen en zo. Want geef jij bijvoorbeeld veel geld uit aan uitgaan of aan leuke activiteiten doen? Of misschien hou je wel heel erg van shoppen? Of net als ik ben je iemand die het leuk vindt om af en toe buiten de deur te lunchen of een theetje te doen met vrienden? Laat het even weten, vind ik wel interessant. En ja, misschien kan ik dit wel nog een keertje doen over een half jaar of zo. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Even iets heel anders. Tussen al mijn eet- en beauty-video's tussendoor natuurlijk. Mocht je het leuk hebben gevonden, geef de video dan zeker even een duimpje omhoog. En als je meer van mij wil zien, dan kun je je natuurlijk gratis abonneren. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!